De eenzaamheid en de treurnis en de onzekerheid spreekt uit deze muziekboekdelen. En dan komt het eigenlijke gevecht. En daar doet Bieber ook weer iets wat nog nooit eerder was voortgekomen. Namelijk het zogenaamde Bartok pizzicato. Alleen dat wist Bieber nog niet dat Bartok dat 200 jaar later ging uitvinden. GELUIDEN.